En het ministerie van Binnenlandse Zaken is gisteren begonnen met het registreren van haar actieve ambtenaren in Paramaribo. Het personeel dat werkt op de directoraten Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en HRM hebben tot zondag aanstaande de gelegenheid zich te registreren. Tijdens de registratie van de vorige week hebben 1600 landsdienaren die een onduidelijke status hebben zich aangemeld. Volgens BISA-directeur Mohammed Eskak is er een natraject voor deze groep ambtenaren. De tweede registratie is volgens BISA-minister Brontë-Sommaharje nodig, omdat de cijfers die het ministerie heeft niet kloppen met die van Sebuma. Daarna de verzameling van alle data plaats. Daarna komt er een screening en toetsing van alle informatie die we binnen hebben gehad. En dan komt er een evaluatierapport uitrollen. Ja, en aan de hand van, omdat we synchroon willen lopen met de instructies ook van de president, dan zullen we dit presenteren of aanbieden. En dan wachten we dan de verdere instructies af van de president. Bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld, ik ken de aantallen niet precies, maar bijvoorbeeld er staat op de lijst van CBU maar 6000 bizanen en personeelszaken heeft maar 3000. Dus we gaan kijken waar de discrepantie is. Ik verzoek wel aan iedereen die werkzaam is, volg de berichten. Kom je aanmelden, want het is voor je eigen bestwil. We willen overgaan, deze regering, niet naar een informatiedriven regering, maar op basis van data. Hoe beter je data is, hoe beter je beleid kan voeren. Eskak zegt dat het ministerie wil overstappen naar een datagedreven overheid. De directeur benadrukt dat het uitgangspunt nog steeds is dat deze regering niemand brodeloos wil maken. Dat wil zeggen dat we de ruwe, onbewerkte data, dat we die gaan verzamelen. Ja, en dat we dan op basis daarvan meer flexibiliteit, meer innovatie, ja, oplossingsgericht kunnen werken. Meer innovatie kunnen inbouwen om op basis daarvan dan meer oplossingsgericht te kunnen werken. Omdat je handelt conform de situatie die er is. Als we ons houden aan de personeelswet, dan zijn alle zaken daarin vastgelegd hoe een benoeming, een bevordering, een aantrekking zou moeten geschieden. De praktijk wijst uit dat, ja, vaak genoeg de vergerende regels van de personeelswet terzijde worden gelegd, waardoor we nu geconfronteerd worden met deze 5 categorieën van landsdienaren die we nu bezig zijn te registreren. Dus er moet dan ook een verandering komen in die werkwijze. En met deze registratie willen we dan die nieuwe trend inzetten om meer data gedreven nu te gaan kijken naar welke de beste oplossingen zijn voor de problemen die we nu hebben. BISA-directeur Mohammed Eskak, hij sprak over de registratie van ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Paramaribo. Het personeel van de andere districten zal zich binnenkort ook kunnen registreren.